Aangeschoven is Jurie Mulder. Jij hebt de hele wedstrijd gezien. En nog meerdere wedstrijden trouwens. Ja. Spectaculaire avond was het. Is maar eens even over Nederland. 4 overwinningen nu geweest. Bij die andere 3 zeiden we steeds... Ja, leuk, de punten zijn leuk. Maar er zit nog helemaal geen structuur in het elftal. Heb jij dat vanavond gezien? Nou, structuur, er zat wel een bepaalde structuur in van verandering. Hè? Dus namelijk andere jongens erin, en Narsing. Waar we tijdens het EK ook wel eens zeiden van... ja, misschien moet Van Marwijk wel eens iets gaan veranderen. Ja. Bleef vasthouden aan een toch zijn vaste elftal... waar hij ook tijdens het WK succes mee had. Nou ja, Van Gaal is gaan veranderen. En dat is wel de structuur. Kijk, voordat je dan klaar bent met die veranderingen... moet je wel steeds... Het is niet zo dat je verandert en in één keer is het goed. Ja, maar en dat zagen we een beetje in die wedstrijd tegen Turkije. Zie je dan structuur in die de veranderingen? Ja, wel namelijk de jongens die het goed doen. Dus bijvoorbeeld Narsing aan de rechterkant. Die blijven daar wel staan. En bijvoorbeeld Jan Maat, die het iets minder deed in de eerste wedstrijd. Geloof ik tegen Turkije, waar hij ook gewisseld werd. Die is er nog wel steeds bij. Dus het is niet zo dat Van Gaal gelijk zegt van jij bent helemaal weg. Maar speelt dan niet in de basis. En wat je ook wel een beetje ziet, is dat hij wel ietsjes teruggaat... naar het systeem en het speltype... Misschien iets verdedigender, iets minder. Ook wel een beetje, hè? Want Van der Vaart is er nu weer bij. Die jongen is er weer bij. Ja, maar vooral het op het middenveld iets minder creatieve spel. Wat hij eigenlijk gezegd had dat hij zou doen. Toch iets meer met 2 verdedigendere spelers op dat middenveld. En daar is hij iets meer naar teruggegaan. Even maar vooruitkijken dan richting dat WK. Want dat zullen we nu wel gaan halen, mogen we redelijk optimistisch al zeggen. Nou, wat hebben we daar dan te zoeken als deze ontwikkeling met deze groep zich doorzet? Want van deze jongens moet je het hebben. Ja, nou, kijk, ik heb ook... wat heb je daar te zoeken? Je moet daar zijn als goed land. En bedoel, we hebben 2010, dan was dat van tevoren ook... Ja, dan zei je ook, we hebben finale gehaald. Ja. Hè? Dus ja, dat kan als je in het toernooi groeit, zoals ze dan zeggen. Maar dat is nog ver weg. Maar jij hebt het al over het WK, maar je staat maar 3 punten voor op Roemenië. Ik bedoel, iedereen is wel heel erg nu snel van... we staan met 1,5 been al in het WK. De simpele vraag, wat voor niveau heeft deze groep? Je hebt andere wedstrijden gezien vanavond. Kijk, ik vind het heel knap. Ja, precies. Het swingt nog niet echt heel erg... wat je wel bijvoorbeeld bij België ziet, vanavond gezien. Eerste helft Duitsland tegen Zweden. Duitsland veegde Zweden met 4-0 helemaal van de mat af. Alleen tweede helft, laatste minuut, 4-4 gemaakt door de Zweden. Maar dat niveau, vergelijkt dat dus met Oranje? Ja, als je ziet spelers als Royce bij Duitsland. Klose die fantastisch speelde. Echt, je zag 3-dubbele 1-2's door het midden. Bij België zag het ook echt heel goed voetbal. Spanje tegen Frankrijk, een stukje gezien. 1-0 stond het daar nu, ik denk, nog 10 minuten te spelen. Maar ja, dat is toch nog net iets ander niveau dan Nederland. Maar dat is ook niet zo raar als je inderdaad met spelers erin gooit... die dan bij Feyenoord en nog niet zo heel veel dit soort wedstrijden gespeeld hebben. En de tijd is er nog, hè? Want kijk even mee naar de uitslagen en de stand. En dan zie je dat Nederland, terwijl het dan allemaal misschien nog niet helemaal... tot in de puntjes verzorgd is er gewoon fantastisch voor staat. Ja, het is gewoon een hele knappe prestatie van Van Gaal. Tegen Turkije werd 3-1 en Andorra-Estland 0-1. Nederland staat dus nu op 12 uit 4. En de naaste belager is niet Turkije, niet Roemenië... maar is Hongarije met 9 punten. De volgende wedstrijd op 22 maart. Je staat maar 3 puntjes voor, hoor. Ja, Nederland-Estland. Jij houdt dus nog een slag om de arm richting 2014. Ja. Jurie, dank je wel.